Ik zit hier in de keten van Meet Locals met... Annette Wilgenhoff. Dick Houser. En jullie zijn hier voor een oproep. Jazeker. Ja. Wij gaan in het weekend van 20 en 21 augustus een festival organiseren rond het levenslied. En dat is geïnspireerd op een fantastisch filmpje van Dr. Anders P. die in de jaren 60 op de Krukjesweg tegenover Museum Bron Oost een fantastisch lied speelt en zingt met zingende tramconductrice en nog een andere fantastische amateur. Amateur, ja. Ja. Mm-hmm. En wij gaan in datzelfde weekend, er is een lezing, er is beeldende kunst op het perron, gaan wij een zangmarathon organiseren. Dat doen professionele zangers aan mee die het levenslied anno nu, maar ook uit het verleden vertolken. Dat doet onder andere Bob Fosco aan mee, dat doet Mieke Steenmerdink aan mee, een hele goede band. Maar wij zoeken nog amateurs en nieuwe zingende tramconductrice bij wijze van spreken, die mee willen doen aan deze marathon. Want het wordt een soort revival. Zijn jullie van plan om het levenslied weer nieuw leven in te blazen? Nou, of, ik denk dat het levenslied wel van zichzelf leeft, laat ik het zo zeggen. Mm-hmm. Dus het is niet per se een revival, maar het is wel een inspiratiebron. Een weekend wat helemaal in het teken staat van de leven en de dood. Mag je huilen, mag je niet huilen? Is dit waar, is het niet waar? Is het oprecht? Is het niet oprecht? Is het fake? Is het camp? Ja, daar gaat het over. Oké, okay. En waar melden mensen zich aan? Nou, het makkelijkste is denk ik bij Museum Bron Oost. Dat kan via de website of het contactformulier. Je kan ook mailen naar info@museumbronoost.nl of via Facebook. Oké, okay. En zeg nog één keer de datum. 20 en 21 augustus. Ja, 21 augustus is de zangmarathon. En 20 augustus is de opening met de lezing en beeldende kunst. Voor Jacques Kleuters? Ja. Ja. Leuk. Oké. Okay. Jongens, bedankt. Oké. Okay.